Terwijl ik het zelf eigenlijk helemaal niet lust, gaan wij er wel een tycoon aan wijden. En ik geloof niet dat jij deze video sneller kunt liken dan dat ik mijn $150 incasseer die ik inmiddels al heb verdiend. Ik weet zeker dat jij niet sneller bent. En de tijd gaat nu in. Oh jongens, daar ga ik. Daar ga ik. En ik heb het geïncasseerd. Wij spelen vandaag Starbucks Tycoon. De bedoeling is dat wij het meest succesvolle, best lopende, eigenlijk gewoon koffiebedrijf gaan hebben in Roblox. En ik ben heel erg benieuwd. Ik heb er oprecht heel erg veel zin in. En dit hier, jongens, is mijn allereerste medewerker. Ik heb echt geen idee wat ze aan het doen is trouwens. Ze loopt letterlijk alleen maar rondjes. Maar hey, apparently is dat genoeg om een bedrijf te laten runnen in Roblox. We kopen een klein startbudget om een beetje mee aan de slag te kunnen. Dan kunnen we in ieder geval weer een aantal droppers erbij zetten. Kijk ook wat voor mini-kopjes er uit deze droppers komen, jongens. Dat zijn echt zulke dingetjes. Waarschijnlijk zijn dat van die koffieshots. Wij kopen hier het tweede en dat is een advertisement. Dat is dus om zeg maar te laten zien hoe goed onze winkel is en dat iedereen er naartoe moet gaan. Vervolgens kopen wij de equipment die wij natuurlijk nodig hebben. Equipment is eigenlijk gewoon gereedschap wat je nodig hebt voor het runnen van een bedrijf. En dan hebben wij hier, dat kost 7.500 weer een aantal nieuwe werknemers. Ik ben echt heel erg benieuwd hoe ons koffierestaurant er aan het einde van deze video gaat uitzien. Of het dan ook echt al een beetje op een koffierestaurant lijkt. En bovenal, of er dan ook echt klanten zijn. We gaan erachter komen. Wij hebben in ieder geval nu al 1, 2, 3, 4, 5 droppers klaarstaan. En de zesde die kost $15.000. Gelukkig zijn de bedragen die je extra kunt kopen door middel van Robux in dit spel niet heel erg duur. Dat is zeg maar nog redelijk te overzien. Dat is voor mij natuurlijk wel fijn voor iemand die al op een idioot tempo vaak zijn Robux uitgeeft. Dus laten we even kijken. We kopen hier voor 15.000 weer een aantal extra werknemers, wat vreemd genoeg in de vorm van een dropper wordt geplaatst. En wat is dit? Dit is equipment stand. Oh jongens. Oh jongens, een koffiekit? Oh, dit is zo nice. Het begint er echt al een beetje uit te zien als zeg maar een restaurantje door de... hoe kan ik het zeggen? Door de machines die er staan. Hier kunnen wij kopjes neerzetten plus een theemaker. Yo, dat is super duur. 25.000, jongens. Doe even normaal. Oké, even kijken. Wat kunnen we hier kopen? We kijken eerst even hier. Ah, kijk. De tafels en stoelen, jongens. Is op zich ook wel handig om te hebben. Dat de mensen niet gewoon op de grond moeten gaan zitten wanneer ze mijn restaurant binnenlopen. Heb ik nou zojuist $7.500 betaald voor een prullenbak? Dat is de duurste prullenbak die ik ooit heb gezien. Dan kun je mensen nog beter het afval hier op de grond laten gooien en het zelf opruimen voor dat geld. Oké, maakt verder niet uit. We kopen een Starbucks machine. Oh jongens, dit ziet er al professioneel uit. Heb je dat überhaupt in de Starbucks dan? Echt zeg maar een koffieapparaat? Ja, ik kom er nooit, dus ik weet het eerlijk gezegd niet. Ik dacht altijd dat je er alleen maar zeg maar koffie aan de balie kon kopen. Voor de mensen die zich afvragen waarom ik er nooit kom... Ik lust geen koffie. Ik bedoel, het lijkt me best wel raar. Nou, tenminste, je kunt geloof ik in de Starbucks ook andere dingen kopen dan koffie. Ik geloof dat je er ook cakejes kunt kopen, stukjes taart en zelfs chocolademelk en zo. Maar nee, ik kom er niet vaak. Zo hipster ben ik nog niet. Misschien dat ik ooit zo hipster ben. 15.000 voor meer stoelen en 10.000 voor een tafel en een bank. We hebben ook gewoon een zwaard, hè. Waarom heb ik een zwaard terwijl ik een koffiebedrijf run? Wat is de logica daarachter? Heb je, dat is gewoon letterlijk voor wanneer klanten te veel suiker in hun koffie stoppen. Dan kom ik met dat zwaard. Denk je dat dat gezond is? Waarschijnlijk is dat niet de juiste manier om met je klanten om te gaan. Maar goed, we kopen hier een extra machine. En wij hebben dus nu die 25. Kunnen we niet gewoon iets meer geld? We kunnen oneindig geld kopen. Nee, dat is een beetje overdreven. Laten we dat niet doen. Laten we gaan voor 100.000 cash. Dat is in ieder geval net genoeg om een beetje verder te kunnen. Dan kopen wij hier de kopjes en de theemachine. Hier kopen wij de tweede stand. En hier kopen wij een koffiemaker. Oh jongens. Oké, welke koffiesmaak zou jij kiezen? Mokka, karamel, witte chocolade, raspberry, gingerbread, vanille, pompoen, latte, cinnamon, pepermunt, strawberry, hazelnoot, red velvet, cinnamon of cookie dough. Laat het mij hier beneden... Kan ik het nou zelf kiezen? Dat kan! Nee! Hoe dan? Kan ik nu ook... Come on!
Ik wil mijn koffie! Of moet ik misschien dan eerst zeg maar een kopje pakken? Ik heb geen idee hoe het werkt, maar het is wel heel erg gaaf. Oké, we gaan eens even kijken. Wat kunnen we hier nog neerzetten? Wij kunnen de boel upgraden voor 20.000. Oeh, nice! En voor 25.000 kunnen we meer employees huren. Dat zijn zeg maar meerdere mensen die in je bedrijf werken. Alleen vreemd genoeg, wanneer ik daarvoor kies, dus voor meerdere werknemers, komt er gewoon een dropper bij. Dus tegenwoordig is het allemaal zo geavanceerd dat een werknemer gelijk staat aan een machine. Het kan allemaal in het Roblox leven, jongens, geloof mij maar. Oké, even kijken. 15.000 voor meerdere stoelen. Ik denk toch dat het een beter idee is dat wij eerst even al die machines klaarzetten. We hebben 30.000 nodig, jongens. Oké, let's go. Hopsakeetje. En hier hebben we 40.000 nodig. En hier hebben we 50.000 nodig. Ons geld is gewoon nu alweer op, jongens. Het gaat eigenlijk veel te snel. Oké, we hebben nu genoeg voor, ik denk, de allerlaatste dropper die we hier kunnen plaatsen. Ah, er is er gewoon nog één, jongens. 75.000, moet je nagaan. Weet je wat ik ga doen? Ik ga eens even lekker een bakje koffie halen. En dat doe ik niet in mijn eigen restaurant. Ik ga dat gewoon lekker doen in iemand anders zijn restaurant. Ik ga eens even kijken of dat überhaupt kan. Kijk, hier hebben wij het restaurant van iemand. Oh, hier is al wel serieus een extra werknemer. Nice. Oké, ziet er goed uit. Zou ik een koffie... Oh, hallo. Mag ik een koffie? Hallo. Ik wil graag een latte macchiato, alsjeblieft. Oh. Ik heb je per ongeluk in stukken gehakt. Nee, jongens, dat is niet goed. Dat is niet de bedoeling. Dat is niet hoe je een bakje koffie krijgt in Roblox. Dat is niet de juiste way to go. Uh-oh. Ah, ze gaat me terugpakken. Ze gaat me sowieso terugpakken, hè. Of niet? Laat ze me met rust? Oké, ze laat het voor wat het is. Ja, ze laat het voor wat het is. Gelukkig maar. Nee, ik vind het wel leuk om dit een keer uitgeprobeerd te hebben, to be honest. We hebben weer 25.000 erbij verzameld. Daarmee kunnen wij meer stoelen kopen. En we kunnen daarmee een tafel met een bank kopen. Ik moet zeggen, jongens, het is wel super duur om hier alles maar te kunnen plaatsen. Maar dat maakt niet uit. We doen ons best. We doen zeker ons best. Zijn er meer dingen die je in de shop kunt kopen? Je kunt mystery gear kopen. 10 Robux. Niet waar. Wat heb ik gekregen? Wat? Yo, wat? Wat is dit? Dit is gewoon een mega dumbbell. Hè? En als ik het nou nog een keer doe, wat kan ik dan krijgen? Mystery gear. Krijg ik dan weer hetzelfde? Ja, natuurlijk niet. Het is mystery gear. Dan krijg ik als het goed is iets anders. Oh, jongens, dit is zo leuk. Ik hou ervan om mystery boxes open te maken en alles wat daarbij in de buurt komt. Oké, let's go. Oh, jongens, Q&A kan ik drukken. Maar er gebeurt niks. Nee, dit is zo random. Oké, we gaan eens even kijken. Hoeveel geld hebben we nu verzameld? We zitten op 30.000 in totaal. Oké. Dat is helaas niet genoeg om onze laatste dropper mee te plaatsen. Maar precies genoeg voor een espresso-machine. Oh, jongens. Onze Starbucks begint er al op te lijken. Alleen, misschien dat wij toch maar infinite cash moeten kopen. Want het duurt namelijk ongelooflijk lang op deze manier. Bij genoeg likes op deze video. Ik doe het normaal gezien nooit. Want ik vind het namelijk niet leuk om een Roblox-spel te spelen. En dan direct in het begin al zoveel geld te hebben dat je eigenlijk helemaal niet meer hoeft te spelen. Maar bij genoeg likes op de video ga ik dat de volgende keer gewoon een keer proberen voor fun. Want ik heb dat namelijk nog nooit echt gedaan in Roblox. Het lijkt me best wel geinig. Nog één keer de mystery gear. Geef me nou fans. Ik kan fans kopen voor 20 Robux. Wat? Wat is dit? Wat? Nee, joh! Dit Schuber is mijn hero. Dit Schuber. Wat? Ik heb een hele gang met... Nee, jongens. Ik ben een celebrity in Roblox. Yo, dit is episch, man. Yo, ik kan nu steeds meer spawnen. Uh-oh. Oh, jongens. Kan ik ze ook inmaken? Ik kan ze ook inmaken. Kijk dan. Ik ga ze proberen allemaal in te maken. Tja. Oh. Ik ben ingemaakt door een andere speler. Oh, dit is echt bizar. Oké, we hebben weer 40.000 erbij verzameld, jongens. Dat is genoeg voor de laatste stoeltjes aan deze kant. En dat is ook voldoende voor onze eerste kassa. Yay, we hebben de kassa, jongens. En een muur en een ATM. Dan kunnen mensen direct pinnen. Centjes, centjes en nog eens centjes. Zoals meneer Krabs dat altijd zo legendarisch zegt. Wat is dit? Finish the walls. Ah, nice, jongens. Eigenlijk is dat infinite money niet eens nodig. We zijn eigenlijk al zo goed als klaar gewoon. Wat is dit? Automatische deur. We zijn klaar. Ik denk legit dat we bijna klaar zijn. Nog even. Ja, kijk.
Logootje erbij. En wat is dit? Planten. 20.000 voor planten. Lijkt me niet echt nodig. En drive-thru is wel nodig. En drive-thru is altijd handig om te hebben, jongens. Dat wil ik sowieso. Dus die plaatsen we hier. Ah, oh, netjes hoor, jongens. En voor 20.000 kunnen we de beveiligingscamera's plaatsen. Is op zich ook wel handig. Alleen de deur die wilt niet altijd open wanneer ik er tegenaan sta. Oké, let's go, jongens. Give me the money. Ik wil security cameras. Let's go, jongens. We gaan beveiligingscamera's plaatsen buiten. Dat is denk ik een van de laatste duurste aankopen die wij moeten doen. En ik denk dat onze Starbucks al zo goed als af is. We kunnen nog wel een aantal dingen plaatsen. Zoals bijvoorbeeld een owner door. Hè, dat ik de enige ben die hier naar binnen kan. Dat is natuurlijk ook wel belangrijk. Maar ik bedoel meer te zeggen. Ik weet niet of een tweede aflevering überhaupt nodig is. Want wij hebben gewoon onze eigen Starbucks. Yes. We did it. 2.500 voor de kassa. Nou, is op zich ook wel handig. Anders moeten mensen dat geld zo naar beneden gooien. Is ook niet de bedoeling natuurlijk. Ah, netjes hoor jongens. Netjes hoor jongens. En wat is dit? Dit is een menu sign. Nou, kijk eens aan. En hier kunnen wij nog een aantal snackstands neerzetten. Oké, dan wil ik, alleen dat wil ik deze video nog even doen. Alleen dat, jongens. En dat vind ik het voor deze video zeker weten mooi geweest. Kijk. Hier, oh, jongens. Ik zie chocolate chip cookies, donuts en croissants. Nee, maar dit is echt heel erg nice. We hebben onze eigen koffierestaurant. Terwijl ik eigenlijk geen eens koffielust. Ik vind het wel komisch ergens. En de mystery gear was grappig. En natuurlijk mijn fans was ook heel erg leuk om te zien. Ik weet eerlijk gezegd niet of ik hier nog dingen kan plaatsen. Ik kan thee kopen. En ik kan hier donuts verkopen. Nou jongens, met de donuts wil ik deze video wel echt aftoppen. Bedankt voor het kijken. Het was je Bordet Tuber. Like als je van koffie houdt. En like als je niet van koffie houdt zoals mij. Kan allebei. Tot de volgende keer. En ik zeg adios.